Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op dinsdag 5 juni. Net als gisteren we beginnen we met een grijze deken boven Nederland, maar die gaat wel verdwijnen. Vooral vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Maar vanochtend dus nog veel wolkenvelden, die geleidelijk aan wel gaat breken. En dan komt de zon er ook bij. De temperatuur ligt tussen de 15 en de 16 graden bij een matige noordenwind. En vanmiddag, als de zon goed gaat doorbreken, wordt het 20 tot 25 graden. De wind blijft wel uit de noordelijke richtingen waaien. Vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang zacht. Als de zon ondergaat is het een graad of 20. Morgen wordt het een stralende dag. Dan is er nauwelijks bewolking. In de vroege ochtend is er misschien nog wel een misbankje, maar die verdwijnt snel. En dan gaat de temperatuur snel oplopen. S dus middags wordt het zo'n 23 graden aan zee tot 28 graden in Limburg en ook in het oosten van het land. Er kunnen dan wat stapelwolken ontstaan, maar het blijft wel droog. Donderdag en vrijdag zijn ook warme dagen met maxima tussen de 25 en 30 graden. Er zijn wel meer stapelwolken en vooral in de zuidelijke helft van het land kunnen een paar stevige onweersbuien vallen. Ook zaterdag blijft het nog zomers warm. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.